mijn toontje. Mijn wijkschildeboon, die kom zo slecht op. En de sputters vreed nabins op. Mijn vrouw stond in. Aardappels, heel veel aardappels, aardbeien. Rabarber hebben we staan. Bonen, uien staan erin. Prei staat erin. Ja, een hele hoop wel, hè. Er is altijd die verdossie voor mij. Mijn wijkschildeboon, die kom zo slecht op. En de sputters vreed nabins op. Wat is mooier dan een hoeske met een mooi lapje grond? Heb je daar nog niet gezet? Staat er nog? Oh ja. Ja, daar staan die ja. Kleintjes. Ja, ik zie het. Die staan er. Ja. Ik ben ook echt blij als het voorjaar begint en je kan echt beginnen. En we doen zelf al thuis veel voorzaaien. Dus dan heb je eigenlijk al een soort voorpret. We zorgen in het najaar, hebben we vorig jaar gedaan, dat dit stuk echt winterklaar was. Dus schoon en weinig onkruid erop. Dus dan kan je ook veel sneller in het voorjaar weer beginnen als je het nog een keer omhaalt. Dus ik heb echt zoiets van, nou, dit blijf ik doen. Het is gewoon heel lekker. Het is ook lekker om helemaal bezweet thuis te komen als je hier geweest bent. En dan lekker te douchen en je tuin ziet er tiptop uit. Die roze stokrozen doen het zo mooi bij die verbenen. Ja, prachtig, hè? Ja. Vreterij in de warrels en de eer bij nonne troeps. Bazenbon onder de loezen en de slakken is de eerste, ja. 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 We strooien wel wat dingen, cacaodoppen en zo eromheen. En dat helpt ook wel even als ze nog vers zijn. Maar met dit weer, met die regen, dan... Dat je bonenplant die je thuis hebt opgekweekt, dan kom je 2 dagen later als het geregend heeft tussendoor, zijn ze weg. Ja, sprutters die eten de besjes op, hè. Die zijn er ook. Ja. Ja. Dus dat klopt, als je bessen klaar zijn en je aardbeien, dan komt er zo'n kolonie sprutters aan en dan is het gebeurd. Maar goed, ze eten niet alles, dus dat scheelt ook weer. Mijn wijkschildeboon, die kwam zo slecht op en de sprutters vreed nabij. Ik kwam uit Gouda. Nou, dan kom je in een vreemde omgeving, je hebt dan je kennis ze niet meer. Dus toen zei Hugo, nou, je moet wat gaan doen, waarom nemen we geen moestuin? En zo is het eigenlijk begonnen. Ja, normaal gesproken repareer je klokken, dus dit is heel wat anders om te doen. Ja. Dus ik kan me even afreageren, dat is ook wel lekker. Ja, goed voor de geest. Ja, echt. Mijn wijkschildeboon, die kwam zo slecht op. En de sputters vreed nabij zo.